De Drechtstadloop vond eindelijk weer plaats en wat was het een spektakel. Tijdens de halve marathon liepen Yannick Michiels en de Papendrechtse Roy Hoornweg continu op kop. Maar de Belgische Yannick wist Roy toch voorbij te sprinten naar de winst. Ja, ik denk samen met Roy een supermooie wedstrijd van gemaakt. Aanvallen van het parcoursrecord en ja, ik nam het op het einde en dan nog eens de winst. Ja, ik ben heel tevreden. Was het niet zwaar? Ja, veel wind, ook heel wat regen, dus ja, het waren niet de beste weersomstandigheden. En dan 1:04 lopen is denk ik wel vrij sterk. Ja, is dit een record ook? Nee, ik liep al meer dan een minuut sneller in Barcelona in 2020. Dus ja, het is niet een PR, maar het is wel een mooie tijd natuurlijk. Zeker, gefeliciteerd, geniet nog van de overwinning. Dankjewel, dank je. Houd onze socials komende week goed in de gaten voor meer over de Drechtstadloop.